Een tattoo shop. Begin je al een beetje zenuwachtig te worden of nog ja, niet? Ja. Er zijn natuurlijk altijd van die lasertechnieken om het weg te halen. Ja. Maar liever niet. Ik had een beetje, maar we wisten helemaal niet wat jullie gingen doen. Wow. Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van Verslab. Mijn naam is Milan van CookTV. Vandaag ga ik Eva verrassen. Eva is 17 jaar oud, woont in Edam en zit hier in Amsterdam, daarachter op de Kappersacademie. Zij wil al heel lang een tatoeage, maar ze is 17 jaar oud. Ze woont nog thuis bij haar ouders en haar ouders die hebben altijd gezegd van nou Eva, je mag pas een tatoeage als je uit huis gaat. Maar ja, wij zijn CookTV, wij zijn de moeilijkste niet. Wij gaan haar vandaag een dagje helpen in het zetten van een tatoeage. Ik heb een airbrush artist geregeld en die maakt dus tattoos die er super echt uitzien. Ze zijn wel nep natuurlijk. Wij gaan vandaag Eva laten geloven dat ze een echte tatoeage krijgt. En daarna, als kerst op de taart, gaan we naar haar ouders met die nep tattoo en laten zien van, hey, wij hebben Eva vandaag een dagje meegenomen en ze heeft een tatoeage gezet. Ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren. Let's go! Goedemiddag. Wat leuk dit. Ik ben eigenlijk op zoek naar Eva. Ja. Eva, hallo. Hoi. Jullie zijn bezig met een, wat is dat, color blending, hoe moet je dit noemen? Kamstrepen. Mag ik vandaag met jou meelopen? Ja hoor. Oké. Okay. Nou jongens, ga lekker door. Ik ga met Eva een beetje haar verven. Zo, Eva, het ziet er heel speciaal en bijzonder uit. Wat is het allemaal? Kamstrepen en folie zetten. Mag ik misschien ook een streepje of zo zetten, of een folietje? Pak maar een kam. Ja, oh, gelijk. En je moet wel uitleggen wat ik dan moet doen, hè? Een folietje nee, pakken? Nee, een kam moeten we. Oh, een kam. Moet ik het haar pakken nog? Of nee, gewoon een streepje zetten. Nou, daar komt ie hoor. Hoppakee. Is dat een? Ja. Nou, mag ik er nog eentje zetten? Ja hoor. Hoppakee. Nou, dan hebben we twee streepjes gezet. Maar ik kom hier natuurlijk niet om streepjes te zetten. Ik kom hier voor jou. Zou je met me mee willen vandaag? Ja, ik ga mee. Dat is goed nieuws. Mag ze zo mee? Ja. Nee. Ja? Oké. Okay. Eva, voordat we gaan, een klein vraagje. Moet ik nog wat met mijn haar? Of... Ik vind het er helemaal goed uitzien. Ja? Ja. Nou, dan kunnen we gaan. Yes, oké. Okay. Eva, we zitten in de auto onderweg naar Hilversum. Je weet nog niet wat we gaan doen. Nee. Vertel, waarom doe je een kappersopleiding? Wat is je intentie? Ik wil niet kappersvak in. Ik wil meer maatschappelijk werk gaan doen. Okay. Maar ik vind kappersvak wel echt heel erg leuk. Voor het knippen moet je er creatief zijn. Ben je echt heel creatief? Ja, ik leer wel meer creatief zijn op school. Kan je een beetje tekenen? Tekenen niet echt. Nou, daar heb ik iemand voor geregeld. We gaan namelijk iets doen wat ik zelf heel spannend vind. Denk jij ook, maar wat gaan we natuurlijk nog niet vertellen. Ik weet dat je het heel tof vindt, dat heb ik van jouw broer gehoord. En ik denk dat je er later ook wel wat mee gaat doen. Ik heb echt geen idee. Nee? Nee. Ja, oké, wij gaan lekker doorracen naar Hilversum. En daar wacht een hele grote verrassing op jou. Oké, we zijn in Hilversum. Waar hoop je op dat we naartoe gaan? Ik weet niet wat ik moet verwachten. Nou, we hebben een kapperszaak, maar daarnaast hebben wij een... Een tattoo shop. Begin je al een beetje zenuwachtig te worden of nog ja, niet? Ja. Ik weet dat je heel veel van tattoos houdt. Je wil heel graag een tattoo, heb ik ook gehoord, maar je mag het niet. Maar wij regelen dat gewoon eventjes. Oké, kom binnen Eva. Dit is Kim. Hey, Eva. Kim. Wat doe je allemaal? Ik tatoeëer. En we hadden begrepen dat jij heel graag een tatoeage wilde. Ja, klopt. En we hebben stiekem een ontwerpje voor je gemaakt. Oké. Okay. Wij hebben voor jou een stoel daar gereserveerd deze middag. Ja. Ik zou je willen vragen om daar te gaan zitten en dan gaat Kim jou met alles helpen. Ik wil mijn been en dan op een gegeven moment over mijn wil en mijn rug. Mm-hmm. Dat wil ik helemaal vol. Maar is het trouwens niet zo dat je eerst een soort van tekening erop zet? Zullen we dat anders gaan doen om te kijken hoe dat staat? En dan kan je een beetje kijken van, oh, staat het of niet? Ja. Ja, toch? Mag je uitkleden? Oh. Ja, wat vind je hiervan? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem heel tof. Ik zou het niet gek vinden als je hem zou zetten, want dat is gewoon een heel mooi ontwerp. Maar de vraag is natuurlijk, wat vind je zelf? Ik vind hem vet. Ik weet niet of ik hem nou echt voor de rest van mijn leven op zou willen hebben. Er zijn natuurlijk wel altijd van die lasertechnieken om het weg te halen. Ja. Maar liever niet. Oké, Eva, je dacht toch niet dat we echt een tatoeage gingen zetten? Ik zou het echt niet weten. Je krijgt niet een echte tattoo vandaag, maar je krijgt een airbrush tattoo. En dat is een tatoeage die wel echt op je huid wordt gezet. En die gaat op een gegeven moment weg na een aantal dagen. Oké, Eva. We hebben je een beetje laten schrikken, hè? Ja. Ik zag het aan je dat je dacht van... Maar je ging er wel heel hard in. Je zei, ja, is goed, doe maar het ontwerp erop. Ik had echt al lang nee gezegd, denk ik. Ik vind het wel heel stoer van je. Er komt geen echte tattoo. Nee. En heb je daar al een beetje een idee wat je wilt? Ideeën die ik al heb, die ik laten deel, of zou ik wel op willen hebben. Dat kan pas gaan kijken. Oké, nou dat moet lukken. Dan gaan we zo even met Anouk praten wat ze allemaal kan en heeft. En dan gaan we een hele mooie tattoo op je arm, of tenminste arm of been, of ja, waar je ook wilt, gaan we die erop zetten. Ja.
Hallo. Hoi. Hallo. Dit is Eva. Hi, Eva. Dat is Anouk. En ik maak tijdelijke erfenistatus. Hoe gaat dat dan eigenlijk allemaal in zijn werk? Ik werk met schablonen. Iemand die geeft dus een idee wat hij graag wil hebben. Ik heb heel veel schablonen, die kan ik combineren. Ik maak ook speciaal voor mensen een schabloon. Bijvoorbeeld een naam van iemand. Noem het maar op. Dus we gaan kijken wat jij leuk vindt. Ja. Ik heb er vertrouwen in. Dit zijn erfenispuiten, ook wel genoemd erfenispistolen. Die werken op lucht. De verf gaat er bij deze hier aan de bovenkant in. Oké. En komt er vervolgens aan deze kant uit. Laten we een ontwerp kiezen en het ontwerp erop gaan maken. Oké, we hebben 4 ontwerpen die allemaal heel cool zijn. En misschien zetten we er gewoon lekker meer dan 1 op. We beginnen met de allereerste tattoo. Dat is het Infinity / hartje tekening. Daar gaat ie. Het ziet er wel heel echt uit. Vind je niet? Ja. Nummer 2. Een afdruk van een hondenpootje. Die staat er ook al op. Tattoo nummer 3. Tattoo 3 staat er ook op. De allerlaatste en ook de allermooiste. De tijger. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Het is wel een hele grote tattoo. Mag ik je vragen wat je aan het doen bent? Ik ben een lijnentekening aan het maken. En die gaat straks echt getatoeëerd worden? Ja. En doe je dit altijd zo? Eerst even een tekening maken? Ja, je moet iets hebben om te passen en meten en kijken hoe het valt als je beweegt. Oh, wat goed. Ik heb net jouw ontwerp gezien. Het ziet er heel mooi uit. Gelukkig. Ben je zenuwachtig? Heel erg. Het is je allereerste tattoo, hè? Klopt. En waar ga je hem zetten? Ik ga hem hier laten. Spannend. Ik voel zeg maar de spanning een beetje mee. Heel erg zenuwachtig, ja. Hey, het moment van de waarheid. Zo! Tijger. Hoe vind je hem? Ja, hè? Ja. Ik zou bijna zeggen van joh, laat hem er echt op zetten. Maar... Ik zou bijna zeggen, nou, stoeltje verder. Ja, ga maar een stoeltje verder om hem er echt op te laten zetten. Het is alleen wel zo, ik dacht van nou, samen uit, samen thuis. Zal ik hem er ook op zetten? Dat we dan als twins door het leven gaan? Ja? Ja, tattoo twins. Dan gaan we dat doen. Sorry, mam. Nou, we zijn dus nu de tattoo-tweeling geworden. Super erg bedankt. Wij gaan hier achter even kijken, want daar zijn ze een echte tattoo aan het zetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe die meneer erbij zit. Helemaal goed. Ja? Graag gedaan. Dankjewel. Ja, thanks. Bedankt. Oké, we staan hier naast Colin en die zet wel een echte tattoo. Hoe gaat het ermee? Ja, het is goed uit te houden nog. Ja, nog wel? Ja, het valt mij mee. Gelukkig. Hoe lang zit je nu ongeveer? 3 uur, 3,5 uur. En hoe lang moet je nog? Een uurtje of 2 zit er nog in. Zo, dus je kan wel rekenen op een hele middag, ben je hier wel zoet. Ja. Cool man, en zit je eerste tattoo? Ja. Die denkt gelijk een goede eerste, ja. Jongen. Nou, ik ga jullie niet meer storen, ik ga jullie met rust laten. En wij gaan genieten van onze tattoo. Ja, wel de nep tattoo dan, hè. Wat vind je er trouwens van? Ik vind het mooi, gelukkig. Ja toch? Gangster toch? Nou Eva, heeft het je nog meer zin in een echte tattoo gegeven? Ja, heel erg veel. Ik zag het aan je, je ging zitten in die stoel en ik zag je helemaal zo opvrolijk. Ja. Ik dacht dus dat het een heel leuk idee is, want we gaan je zo natuurlijk thuis afzetten. Ja. Hoe leuk is het als we je ouders soort van gaan pranken en zeggen van hey mam en pap, ik ben vandaag met Koki op pad geweest. We zijn naar een tattoo shop geweest en ik heb een tattoo gezet en dit is het resultaat. Want ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Is dat een leuk idee? Ja. Oké, laten we dat doen. Oké, Eva, aangekomen in Edam. Daarachter is je huis. Wat ik heb gedaan is, ik ben heel snel langs de supermarkt gereden en ik heb dat folie gekocht, wat ze altijd in het echt ook zo eroverheen doen. Want ik dacht, het moet natuurlijk wel echt zo lijken dat je een echte tattoo hebt. Zullen we even een folietje eromheen halen? Ja. Ja? Oké. Is het zo te geloven? Ik doe toch mijn jasje eroverheen. Oh ja, dat is waar. Oké. Ik pak je jasje even. Past u op met uw tattoo? Ja. Oh, het ziet er super echt uit. Oké, folie inpakken en naar je huis. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Ja, ik ook. Hi. Hi. Hi, Milan. Hi, André. Hoi, Milan. Ik had geregeld dat ik met Koki op stap ging. Ja. Ja, leuk. Wisten jullie dat? Ja, een beetje, maar we wisten helemaal niet wat jullie gingen doen. Dus nee. Wat ging ik doen? Wow, heb je een tattoo? Ja. Heb je een tattoo laten zetten? Ja. Leuk. Oh. Ben je het er mee eens? Ja, hij staat er al op, dus ja, weet je. Wij hebben opdracht gekregen om een tattoo te zetten bij Eva. Dus wij dachten, nou, hoe leuk is dat? Hoe creatief is dat? Maar tevreden mee? Ja hoor, ik wist toch dat het een keer zou komen. Ja, vinden jullie hem mooi? Ja, hij is wel mooi. Ja. Hij is net. Dus, Hij is net. Je zit er ook nog heen. En heel leuk, ik heb dezelfde gezet.
Nou, jullie hebben heel relaxed gereageerd. Maar nu weet ik dus wel dat ik het kan doen. Ja, dat is waar. Nou, ze heeft wel gezegd dat ze op een gegeven moment ooit in haar leven toch wel echt een tattoo wilt. Ja. Ja. Heeft het al heel lang over. Ja. Dit was dan alweer het einde van de dag. Een beetje leuk gehad vandaag? Ja, heel leuk. Jongens, thanks voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer hieronder op het kanaal. En als je wat met mij wilt doen, iets heel leuks, laat het ook weten in de comments. En wie weet sta ik volgende keer wel met jou ergens iets heel leuks te doen. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!